Op een tankstation aan de Huizengelaan in Eindhoven is vrijdagmorgen een gewapende overval gepleegd. Rond 7:30 kwam een man met een mes de winkel van het benzinestation binnen en bedreigde daarmee een medewerker. De dader wist er nog onbekend geldbedrag buiten te maken en is er daarna te voet vandoor gegaan. Bij de overval raakte niemand gewond en de politie is begonnen met een onderzoek.